Mijn naam is Annelien Bredenoorts. Ik ben rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ik ben hier ook hoogleraar ethiek van nieuwe technologie. Je ziet ontzettend veel technologische ontwikkelingen, zoals artificial intelligence, stamcelonderzoek, genetica, biobanken. En de afgelopen 20 jaar heb ik ethisch parallelonderzoek verder ontwikkeld. Een methode om te onderzoeken hoe kan je nou op een ethisch verantwoorde manier een idee ontwikkelen in het lab of als data scientist achter de computer. Testen op patiënten en proefpersonen. En wat is daarna de maatschappelijke impact? Ik heb daar ook vele promovendi op dat gebied begeleid. Ik vind het leuk om een paar voorbeelden te geven. Om te laten zien, hè, hoe doe je nou ethisch onderzoek, medisch ethisch onderzoek. We hebben nou veel gedaan bijvoorbeeld op het gebied van organoïden. Mini-orgaantjes en de ethiek daarvan. Een groot onderzoeksprogramma. Gedaan op het gebied van personalized medicine en de introductie van genetica in de gezondheidszorg en de ethische vragen daaromheen. En een laatste voorbeeld is bijvoorbeeld de ethiek van de voortplantingsgeneeskunde. In dit geval, ja, wat komt er nou eigenlijk om de hoek kijken bij de ethiek en governance van het opzetten van een eicelbank. Ik ben ontzettend vereerd dat ik lid ben geworden van de KNW en ik ga me in de domeinoverstijgende gebieden actief inzetten. Hallo. Ik ben Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen aan de TU Delft en decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bovendien ben ik moeder van 3 prachtige tieners. En ik sta nu midden in een hittegolf dit filmpje op te nemen. Een hittegolf die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. En in mijn hele loopbaan heb ik gewerkt aan nieuwe oplossingen om klimaatverandering te remmen. En die nieuwe oplossingen bevinden zich niet alleen maar in het technologische domein, ik ben opgeleid als chemisch ingenieur, maar vinden plaats, die vinden we op crossovers tussen verschillende disciplines. Techniek, economie, bestuurskunde, psychologie, noem het maar op. En ik heb altijd samengewerkt met al deze verschillende disciplines om nieuwe modellen te vinden, om oplossingen tegen klimaatverandering met elkaar te ontwikkelen. In de komende periode ga ik datzelfde doen, binnen een groot onderzoeksprogramma Groen Vermogen. Ook daar initieer ik allerlei crossovers tussen verschillende disciplines. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen met crossovers en samenwerking tussen disciplines klimaatverandering te lijf kunnen. Niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor die van u.